We zijn vandaag bij MSD in Boxmeer, want gisteren is er weer een nieuwe fabriek geopend. En ik sta bij... Rob van Iersel. Rob, wat is er gisteren gebeurd? Nou, we hebben gisteren formele opening gehad van een nieuwe faciliteit hier op de campus in Boxmeer. We hebben de laatste 6 jaar gewerkt aan een nieuwe fabriek. Waar we levende vaccins maken voor 100 katten en andere dieren. Voor de kijkers die het niet weten, MSD, de 3 letters, waar staan die voor? MSD staat voor Merck, Sharp en Dohme. En jullie maken alleen enstof voor dieren, hè? Wij maken hier op de vestiging in Boxmeer alleen vaccins voor dieren. We hebben ook vestigingen in Nederland voor humane geneesmiddelen in Haarlem en in Os. Nou is gisteren het bedrijf geopend en als we hier de Wim de Curverstraat uitrijden en we rijden erdoor, dat is dat bedrijf waar ook eigenlijk de lopende band, zoals ze hier in Boxmeer zeggen, de weg overgaat. Dus Boxmeer nog niet zo goed kennen. Het nieuwe bedrijf, als we de Wim de Curverstraat uitrijden en we rijden de Kleine Broekstraat in en we zien dan die brug over de weg heen, is dat het nieuwe bedrijf? Ja, dat is precies waar de nieuwe faciliteit is gebouwd, inderdaad. Dus we hebben een aantal jaren geleden het stuk land overgenomen van Plucon. En hebben daar nu een nieuwe faciliteit gebouwd. Samen met 2 andere gebouwen, zult u ook zien als u daar langs rijdt. Waar we water en stoom produceren ten behoeve van de productie hier op de vestiging. Dus dat is een heel stuk nieuw bedrijf voor ons erbij. Een nieuwe fabriek, zijn het dan ook nieuwe medicijnen of is het gewoon de medicijnen die al gemaakt worden, maar dan in een nieuw gebouw? Het is inderdaad beide. Dus er worden bestaande producten gemaakt die we nu al hier op de vestiging maken. We zien een toename in de groei van vraag naar de vaccins die we al hebben. Maar daarnaast komen er ook ieder jaar gemiddeld zo'n 2 nieuwe vaccins uit de research en ontwikkeling afdeling. Dus nieuwe vaccins. Die we ook in die faciliteit kunnen gaan maken. De mensen die daar nu gaan werken, zijn dat de mensen die er al waren? Of zijn het echt dat jullie weer nieuwe werknemers daarvoor aangenomen hebben? Ook dat allebei. Dus we maken gebruik van medewerkers die al jarenlang ervaring hebben met het produceren van onze vaccins. Die gaan gedeeltelijk in de nieuwe faciliteit ook gaan werken. Maar het is ook groei aan werkgelegenheid. Dus we hebben ook van buiten nieuwe mensen aangenomen om daar mee te helpen de volumes te maken die we nodig hebben. Dierenmedicijnen, ja, het worden de huisdieren en de veestapels, ze zijn overal ter wereld. Naar hoeveel landen exporteren jullie? We exporteren inmiddels naar 140 verschillende landen. Dus eigenlijk alle landen in de wereld zo'n beetje kunt u ons vaccin terugvinden. En er zijn delen in de wereld waar de welvaart toeneemt, maar ook de wereldbevolking neemt gewoon toe. Hè. En met die groei van de wereldbevolking zie je ook dat het aantal dieren toeneemt, zowel huisdieren als boerderijdieren. En dus ook de vraag naar onze vaccins nemen toe. En inmiddels dus naar 140 verschillende landen in de wereld. Hoor je het vaak op radio en televisie tegenwoordig, de vogelgriep. Maken jullie er ook de medicijnen voor? Nou, we hebben hier een research en ontwikkeling afdeling die onderzoek doet naar eigenlijk alle verschillende nieuwe ziektes en ziekteverwekkers. Vogelgriep is daar ook een onderdeel van. Dus er wordt continu onderzoek naar gedaan om vaccins en geneesmiddelen te ontwikkelen voor... Ja, alle pluimvee en ziektes die er zijn, waaronder dus ook vogelgriep. En hoe zien jullie de toekomst? Ja, de toekomst, de vraag blijft groeien naar onze vaccins. Wat dat betreft is dat goed voor Boxmeer als vestiging en goed voor het bedrijf. We hebben, zoals al gezegd, veel nieuwe producten die ook ontwikkeld worden. Dus we gaan een rooskleurige toekomst tegemoet voor het bedrijf hier in Boxmeer. En 2023 zitten we nu. Breiden jullie hier in Boxmeer ook nog verder uit? Ja, we zijn eigenlijk continu bezig met nieuwe investeringen. Aan de ene kant vervangingen. Het bedrijf bestaat volgend jaar 75 jaar. Dus 75 jaar zijn de eerste activiteiten hier ontwikkeld. En een bedrijf als dit zal altijd moeten blijven investeren en innoveren. Om bij te blijven met de trend van nu. Dus continu blijven investeren en dus ook groeien. Dus als je een rondje over de campus doet, zul je verschillende gebieden zien waar constructiewerkzaamheden plaatsvinden om uit te breiden en om te blijven renoveren. 75 jaar, een kroonjaar. Wordt dat volgend jaar nog op een speciale manier gevierd? Nou, daar gaan we zeker wel aandacht aan geven, want dat is natuurlijk een mooie mijlpaal voor het bedrijf, maar ook voor Boxmeer. Dus daar gaan we zeker volgend jaar aandacht aan besteden. Nou, dan denk ik dat we elkaar volgend jaar weer zien.
altijd van harte welkom. Succes met het bedrijf. Hartstikke bedankt.